Op internet en televisie zijn veel verschillende bronnen te vinden die vaak van alles beweren. Maar hoe weet je welke bron je wel kunt vertrouwen en welke bron niet? En wat kun je doen als studenten jouw bronnen in twijfel trekken? In de lessenreeks Grip op informatie leren studenten hoe je kunt beoordelen of een bron betrouwbaar is of niet. In de lessenreeks heb ik opdrachten bedacht waarbij studenten vaardigheden opdoen om zelf tot een beoordeling te komen. Want als je studenten leert hoe je kunt onderzoeken of een bron betrouwbaar is, dan hoef je als docent zelf niet je eigen standpunt in te nemen. De studenten hebben dan namelijk de handvatten om zelf tot een oordeel te komen. Een van de opdrachten die in de lessenreeks voorkomt en waarin studenten deze vaardigheden opdoen, gaat over experts. In de opdracht kijken studenten een kort fragment uit een talkshow en wordt hen gevraagd om te achterhalen wie deze experts zijn. En er wordt ook gevraagd om te beoordelen of ze het terecht vinden dat deze expert wordt aangemerkt als expert. Het gesprek voeren over het woord expert kan namelijk interessante inzichten geven. Want wanneer ben je een expert? Moet je hebben gestudeerd om expert te zijn? Of bepaal jij zelf dat je expert over iets bent? En wie bepaalt dat voor jou? Daarnaast kun je ook het gesprek met studenten voeren over de rol van de televisiemaker. Welk doel heeft het gesprek aan tafel van de talkshow? En waarom zitten deze experts aan tafel? Zijn er misschien nog andere experts die hier nu niet worden uitgenodigd? En zijn de standpunten die deze experts geven een afspiegeling van de samenleving? Of worden er hier geluiden uitvergroot, terwijl deze geluiden in de rest van het land bijna niet hoorbaar zijn? Deze opdracht maakt duidelijk dat het aanbieden van een stukje talkshow een goed aanknopingspunt kan vormen om een goed gesprek te voeren over betrouwbaarheid. En een ander bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat je het thema kunt laten aansluiten op de actualiteit, maar ook op de beroepspraktijk of op de interesses van de student. Kortom, ga het gesprek met elkaar aan.